De eerste partij die zal gaan tussen Pablo Marte en Ivan Pavion. Het wordt C-klassewedstrijd. Dat betekent dat de wedstrijd zal gaan over 3 maal 1,5 minuut. Tijdens zo'n eerste ronde is het natuurlijk zo dat vechters die zeker 1 partij ervaring hebben, het een beetje aftastend doen, kijken hoe de andere vechter doet, wat hij allemaal erin heeft zitten. Om daarna in de tweede ronde wat meer te maken van die wedstrijd. Maar natuurlijk is het ook afhankelijk van het aantal rondes en aangezien ze maar 3 rondes hebben die gaan over 1,5 minuut. Dan kan u verwachten dat ze heel snel het tempo zullen gaan opvoeren. Maar het begin is altijd aftasten. We zien een paar low kicks die geblokt worden. Nogal gecontroleerd. Niets bijzonders. Daar hebben we een type van Ivan Pavion. Surinaamse vechter. Die vecht in een witte short, zeg maar, wit-rood. Goeie hoek daardoor, Ivan Pavion, hoge type. Je ziet dat die Nederlandse vechter, en ook Pavion nu, constant op de dekking, traptechnieken uitvoert. Dan hebben we het gehad voor wat betreft de eerste ronde. Leek wel op een warming-up. Kijken wat de jongens meenemen wat betreft de instructies die ze krijgen van de trainer. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, de instructie die zo'n vechter krijgt van zijn trainer. En dat de trainer dan nogal wat in zich heeft. En soms komt, of meestal komt zo'n vechter ook met zijn eigen wedstrijdplan. Dus als de trainer dan het gevoel heeft dat zo'n wedstrijdplan moet worden aangepast. Dan worden de instructies doorgegeven in de ring. Herstel in de eigen hoek natuurlijk. Inderdaad, het tempo wordt een beetje opgevoerd. De Nederlandse vechter. Die komt ook een beetje agressiever. Over. Het is tot nu toe aardig gecontroleerd. Alsof geen van beide vechters een onnodige risico's willen nemen. Goeie low kick daar, niet geblokt door Maarten. Maarten vecht trouwens in camouflage short. Mawashi, ze trapt naar het hoofd, die raakt zijn doel niet. Nou, dan zien we dat die Pavion een fout maakt door naar de referee te kijken. Het is natuurlijk de bedoeling dat je gewoon rustig afwacht als je het gevoel hebt dat er je tegenstander in de fout gaat. Dat betekent weer zo'n goede low kick door Pavion. Naar mijn gevoel wordt er door Pavion te weinig gebokst. Die Maarten van Nederland die bokst wel wat meer, maar het mist slaat zeker voor een 80% op de dekking. Van Pavion.
wachten, niet wachten. Niet wachten. Daria, Daria. Gaan, gaan. Gaan, gaan, gaan. Goeie look, kijk door Pavion. Agressief. Het is even niet zo duidelijk welke bokstechnieken die Maarten uitvoerde. Leek op een combinatie van een hoek en nog wat anders. Daar staan ze in de clinch. Goeie jab daarnet van Pavion die voor die. Daardoor was te voorkomen dat Maarten naar binnen kwam. Goed zo, dan weer een rakenklap en een knie geplaatst door Pavion. Ik moet zeggen dat Maarten wel agressief is, maar dat hij wat vaker zijn doel mist. Oké, nu niet natuurlijk. Weer een low kick door Pavion geplaatst. Dan een rakenklap. En de laatste 10 seconden, dat werd wel een beetje slordig. Maar we kunnen de jongens wel meegeven dat ze een aardig gecontroleerde partij hebben gedraaid. De winnaar van dit gevecht, Pablo de General Marte.